Je bent weer terug in Utopia. De dames moesten even flink aan de noodrem hangen, maar het heeft wel resultaat. Bijna iedereen helpt mee aan een schonere loods. Zo zou Patrick iedere dag de douches en de wc's poetsen. Al is dat er nog niet van gekomen. Hallo. Ja. Alles goed? Ja, natuurlijk. Mooi. Ga jij nog de douche schoonmaken? Vandaag, ja. Ik had wel een idee om het dan s'avonds te doen. Dan ben ik klaar met werken. Dan kan iedereen 's morgens gewoon schoon erin. Als ik het 's ochtends vroeg ga doen, dan zit ik in de spits. Duidelijk. Patrick is niet alleen bezig met een schone loods. Hij werkt ook aan een schoon geweten. Vandaag krijgt hij bezoek van een boeddhistische monnik die hem daarbij wil helpen. Hallo. Hi. Hi, ik zal Patrick even halen hoor, voor u. Ja. Je wist al dat ik voor hem kwam. Ja, hij stelde het. Hallo. Hi. Aangenaam, Laura. Simon. U kunt daar naar binnen alvast, goed? Dan haal ik hem even voor u. Ja, goed. Dankjewel. De boeddhist. Hi. Dag. Simon. Patrick. Dag Patrick. Hi. Welkom. Dankjewel. Een kopje thee. Ja, dat wordt geregeld. Wauw. Gabrielle heeft haar eigen steunen toeverlaat. Dankzij Joey is ze dagelijks vol energie aan het trainen en diëten. Een onbetaalbare steun waar ze ontzettend dankbaar voor is. En dat wil ze laten merken met een sportieve verrassing. Dit is die mat. Oké, kikker, waar gaan we het neerzetten? Zullen we een beetje in het midden hier zetten? Ja, goed plan. Dit wordt de fight van een fight, jongen. Het gevecht van de eeuw. Ik heb iemand ontmoet waar ik gewoon echt met alle liefde mee zou willen trouwen, weet je wel. Oké. En op het moment dat soort dingen beginnen te spelen, dan is het opeens over. Ja. En ja, ik weet gewoon niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Nee. Dus je had iets met haar en nu niet meer? Nee. Dat begrijp ik nu. Ja, dat is pijnlijk, want dat, je woont hier wel. Het doet ontzettend veel pijn. Ja. Ik loop met jaloezie, ik loop met liefdesverdriet, ik loop met een hele hoop onrust. Oké. Snel naar binnen gaan nou. Voordat ze het doorvertellen, want wie staat daar al? Man, de wereld is niet afhankelijk van haar. Haar wereld is afhankelijk van haar. Maar jouw wereld is afhankelijk van jou. Ga je sukkelen? Of ga je leven? Ik ben niet mijn verdriet. Nee, dat klinkt mooi, maar zo gedraag je je niet. Ja, nou, ik heb jullie allemaal bij elkaar gehaald, omdat... Mag ik praten, Orna? Ik heb jullie allemaal bij elkaar gehaald, omdat ik hier al bijna een maand ben. En ik wil jullie bedanken dat jullie me zo goed hebben opgevangen, met name Joey. Ik heb het een en ander met jullie al meegemaakt in een korte tijd. Maar ik heb ook meegemaakt dat we ook best wel een heel goed team kunnen zijn. We staan gewoon voor elkaar klaar en we helpen elkaar. En ik vind dat we dat niet uit het oog mogen verliezen in Ethiopië, omdat we wonen met elkaar, we kunnen geen kant op. We kunnen wel, maar we gaan niet. Snap je? Dus ik wil in het bijzonder toch Joey bedanken. Dat jij zo je best hebt gedaan om mij aan te pakken. Want dat deed ik zelf niet. En ik heb daar iets heel leuks voor bedacht. Dus ik wil dat jullie allemaal even mee naar buiten komen om te kijken wat het is. Wat ik voor Joey heb. En waar eigenlijk iedereen aan mee kan doen. Dus komen jullie mee? Ja. Orna. Kom Joey, want jij en ik gaan eerst. Ah, dat is topleuk. Ik heb hem. Zit je erin? Bijna. Op die 1, 2, mijn ass! Wow, dit is kicken. Zijn jullie er klaar voor? Hey! Als je het lef hebt, want het vergt lef om naar binnen te kijken, dan zul je meer en meer ontdekken wat je te doen staat. Oké? Of ja! Ja, kom maar op. Ja! Ja! Eindelijk! Kom op. Eindelijk! Kom op! Kom op, eindelijk! Eindelijk! Nog een keer! Eindelijk! Ga je leven! Ah!
boos, hè? Mijn nek. Oei, oei, oei. Blijf stil, Wilco. Ja. Gaat ie? Nou, dat was mijn nek. Oh, dat was mijn nek. Ja. Oei, oei, oei. Oh, ja. Leuk spelletje heb jij bedacht. Ah, ik kan wel goed bewegen. Hé, hey, wat je doet, je zet je handen in een kommetje. Dus dan zet je ze zo. En je zet je rug, zet je hol. En wat je doet, je ademt diep in. Oké, daar komt ie. En met je hand volg je even hoe dat gaat met je ademhaling. Dus je ademt in. Je haalt je torso omhoog, borst vooruit, sterke man, en je ontspant. Ja, ik vond het echt snel. Ik vond het leuk. Het ergste is nog als je het ziet aankomen, hè, dat je niks kan doen. Dus je dit was nooit. Dat is ook zo erg. Maar trok je mee? Nee, ik rolde over je heen. Oh! Oké, Joey, box. Top, thanks. Geen echt geen paar. Nee, gaat echt goed. Gaat echt goed. Kom eens. Wat een grote fan ben jij, hè? Hey. Wauw. Je moet hem meteen staan. Thanks. Weet je dat je goed voelt? Ja. Ja, anders zag ik het wel. Het is fucked up, hè? Ja, weet ik. De rest van je leven, dan ben je... Het is gewoon verlamming, hoor. Ja. Ja, ik voel me prima. Top. Joey heeft het over...